Goede transportmogelijkheden zijn cruciaal bij de heropstart van het Marwina ziekenhuis. Volksgezondheidsminister Amara Madin vindt dit aspect van eminent belang, omdat het ziekenhuis langs een belangrijke weg ligt en er bijvoorbeeld bij ongelukken snel opgetreden moet worden. Adequaat en verantwoord medisch transport van ongevallen of van personen die dringend naar een andere faciliteit moeten. Dus daarom zeg ik u, in stappen gaan we wel komen tot waar we moeten zijn. En ik heb er wel geloof in dat die samenleving het vertrouwen zal geven als we inderdaad met goede verantwoorde uitvoeringsplannen komen voor het ziekenhuis. En dan moeten we heel realistisch zijn en niet emotioneel. Maar als het niet kan op dit moment om bijvoorbeeld daar een complexe operatie te doen, dan moeten we dat ook communiceren. Ramadin gelooft dat met goede schuldherschikkingsonderhandelingen gewerkt kan worden aan volledige heropstart van het ziekenhuis. Experts zouden al een evaluatie hebben, zegt de bewindsman. Samen met het ministerie van Volksgezondheid en is in ieder geval verwachtbaar dat binnen de komende dagen of misschien weken wij het rapport hebben van deze experts. Hetgeen inhoudt dat op basis van die informatie van wat de experts hebben aangetroffen en wat zij adviseren, dat wij dus dat bedrag van 5 miljoen euro, welke nog in de overeenkomst in de lening is, ter beschikking van Marwina, dat dat bedrag, volgens een gefaseerde heropstartplan, dat wij de diensten langzaam gaan opstarten bij Marwina ziekenhuis. Er is inderdaad een samenwerking met de Franse zijde, met zeker met het Shock Hospital, waarbij wij nu al patiënten van Surinaamse komaf, die daar opgenomen worden, nu overnemen bij Marwina. Maar de ondertekening van die overeenkomst is een zeer belangrijke stap om inderdaad die heropstart van Marwina ziekenhuis te garanderen. De minister zegt dat ook gekeken wordt naar de beschikbaarheid van specialistische hulp binnen het Marwina ziekenhuis. Hij onderstreept dat bij de bouw weinig afstemming heeft plaatsgevonden met de lokale bevolking. Haalbaarheidsstudies zullen moeten aantonen waar de problemen liggen.